Kaapverdië is een eilandengroep aan de West-Afrikaanse kust, onder de Canarische eilanden en ongeveer ter hoogte van Senegal. Deze 10 eilanden van vulkanische oorsprong waren tot 1975 een Portugese kolonie. Dit is de stad Mindelo op het eiland São Vicente, de op één na grootste stad van Kaapverdië. Stichting Joana Rosa wil in deze stad een zorgcentrum opzetten voor ouderen. In Kaapverdië wordt de zorg voor ouderen van oudsher gezien als een taak van de familie. Er zijn daarom weinig faciliteiten voor ouderen. Het is de 99-jarige mevrouw Vittoria. Zij woont alleen in dit krottenhuis. De muren en daken van haar huis zijn voornamelijk gemaakt van houten planken en omgebogen metalen voorraadtonnen. Omdat zij geen kinderen heeft en er ook geen familieleden in de buurt wonen, is zij aangewezen op buren die haar dagelijks bezoeken en eten brengen. Ter isolatie zijn de muren van het huisje behangen met campagneposters van politieke partijen. Er zijn op de verschillende eilanden inmiddels al een aantal centra waar ouderen overdag activiteiten kunnen doen. En zelfs opvanghuizen waar ouderen die niet op familie kunnen terugvallen in kunnen verblijven. Op het eiland São Vicente zijn er 2 opvanghuizen waar ouderen terecht kunnen, beiden in de stad Mindelo. Dit is een van de 2 opvanghuizen. Dit tehuis bevindt zich in de wijk Ribeira Bote. De heer Anterio is een van de bewoners. E já agora, convivência entre bucis. São, você está gostando? Sim, estou gostando. Por exemplo, o que é que às vezes? Por exemplo, eu quero saber, por falta de álcool que eu tenho, certamente, eles podiam dar-nos um passeio. Por exemplo, dar-nos um passeio. Sim, vocês querem sair dali? Não é que me tenha se de fora, que vou dar um vídeo assim, já está bom. Net als de andere opvanghuizen zijn de voorzieningen in dit huis zeer eenvoudig en is het niet aangepast voor ouderen. Het tehuis wordt gerund door vrijwilligers die alleen overdag aanwezig zijn. Om de veiligheid te bewaren is er in dit huis zowel overdag als 's nachts een bewaker, zoals deze man. Então, nesse caso, você está achando que te fazer falta mais instituições desse género em relação ao centro, certo? Sim, está a fazer falta. E com outras condições, sim, certo? Sim, verdade. Com certeza. Onde é que vocês podiam sentir mais em casa? Sim, por exemplo, né? Em um lugar, por exemplo, que eles podiam. Por exemplo, pensando mais à vontade, um lugar mais grande. Isso. Podia estar até, por exemplo, para outras pessoas, por exemplo, mim, um criado. Agora, outro, por exemplo, é o possibilidade de cada um ter sua individualidade, seu quarto, sua privacidade, sim, certo? Sim. Podia ser um daqueles pontos. Er zijn nog geen professionele centra waar medische verzorging mogelijk is en 24 uur begeleiding aanwezig is. Ook in de media wordt aan dit probleem regelmatig aandacht besteed. Assinalou-se ontem 1 de outubro o Dia Internacional da Terceira Idade. Em Cabo Verde, uma boa parte dos idosos continua em situação de abandono. O governo pretende ter uma atuação articulada e integrada, envolvendo vários intervenientes nesta matéria, para dar respostas aos problemas da terceira idade, respostas que focam a família enquanto unidade de base. Embora a Constituição da República contemple direitos aos idosos, a legislação cabo-verdiana ainda é considerada incipiente nesta matéria. O governo tem em curso uma política nacional para melhorar a situação da terceira idade. Para Janirofer Almada, que agora tem também a sua responsabilidade, a pasta de desenvolvimento social e família, existe um conjunto de medidas de políticas que vêm sendo implementadas para melhorar a situação da terceira idade em Cabo Verde, reduzindo a exclusão e as desigualdades sociais.
Apesar dos avanços registados, Janira Almada reconhece que as respostas às necessidades da terceira idade ainda são insuficientes. Afirma que já se faz sentir a necessidade de um centro de acolhimento permanente dos idosos abandonados, mas defende que as respostas têm que ser encontradas primeiramente no seio familiar. Constitui um papel de todos nós, não somente das organizações e não somente da própria família. Aqui eu aproveito para fazer um apelo a que as famílias assumam mais, a que as famílias acompanhem mais, a que as famílias efetivamente dediquem maior atenção e mais tempo aos seus idosos. Eu penso que é fundamental que a juventude reconheça o papel dos idosos. Stichting Joana Rosa wil dat ouderen in Cape Verde een waardige oude dag kunnen hebben en wil daarom het eerste aangepast zorgcentrum voor ouderen opzetten. Er is inmiddels een mondelinge toezegging van de wethouder van São Vicente dat er een stuk grond geschonken zal worden dat gebruikt kan worden voor de bouw van het centrum. Via verschillende activiteiten probeert de stichting geld en materialen op te halen om dit zorgcentrum mogelijk te maken.